Het is iets na acht als Florian Vermeers aankomt in de sporthal in Zaffelaren. Wat daarna volgt is een minutenlang applaus van de vele aanwezigen. Florian krijgt tal van felicitaties en is duidelijk onder de indruk. Ja, ik moet zeggen, veel tijd Florian hebben we niet gehad. En hij heeft ons eigenlijk een beetje gepakt. Dat we nu 2 weken of vroeger gezegd. Meester, ik ga op 100 meter van de meet gaan. En dan houden we klaar. Dan hadden we ons kunnen voorbereiden. Ja, een beetje een nederig gevoel. Het is enorm veel deugd om te zien dat er zoveel volk is op afgekomen. En ja, ik apprecieer het enorm. Nu, ja, ik zei het, ik word hier enorm geliefd vandaag en de afgelopen uren, dus ja, dat is wel fantastisch. Ja, ik zag gisteravond al dat ik heel veel berichten had gekregen, maar ik heb er bewust niet te veel op geantwoord. Ik ben deze voormiddag aan begonnen en ja, het is enorm. Ik heb nog niet alles kunnen beantwoorden. Ik ga dat in de loop van de dagen wel doen, maar voor het moment is het nog heel druk. Ook zijn zussen en ouders worden op het podium geroepen. Afgelopen zondag beleefden ze elk apart Parijs-Roubaix. Mama Isabel was zelfs helemaal alleen thuis. Ja, omstreeks 1 uur zette ik de tv op en was ik ineens verrast natuurlijk dat Florian mee was in een vlucht. En ja, ik kan u verzekeren, als dan rond 5 uur de finisher maar komt, dat zijn uren die lang duren als je alleen thuis bent. Dat is ongelooflijk. En eigenlijk is dat voor Hans gezin. We zijn dat, eigenlijk, dat is een project. Hè. We zijn jaren bezig. De week voor het WK met Florian 2-3 keer met de brommer gaan trainen in de koude. 3 uur lang, 3 uur en een half. Ja, dat doet dat allemaal. En daar heeft zijn vruchten af en daar, dan geniet hij daar nog meest van. En dan, ja, dat is leuk. Ik hoop dat hij volgend jaar een heel goed voorjaar kan rijden. En een keer gespaard blijft van pech. En dan, ik heb het daar juist ook gezegd, het is misschien een strafuitspraak. Maar dan denk ik dat we misschien volgend jaar hier nog maar een keer gaan staan. Florian krijgt nog enkele cadeaus en daarna is het tijd om bij zijn supporters te gaan. Maar eerst nog even poseren voor de fotografen. Het was vooral in het begin ontgoocheling, omdat ik net Parijs-Roubaix verloren had eigenlijk. Maar nu, ja, sinds vanmorgen en sinds deze voormiddag, heeft de fierheid eigenlijk wel de bovenhand genomen. Ja, en terecht natuurlijk. Hè. Zo'n prestatie. Ik denk dat Florian gisteren een nieuwe bladzijde heeft toegevoegd aan het al zeer rijke Belgische wielerboek. Het is een prestatie. Ik denk dat eigenlijk, want Paris-Roubaix wordt gezien als de klassieker, zelfs onder de monumenten. Ik denk dat heel de wereld van genoten heeft van zijn prestatie. Met een frisse pint in de hand mag de riemer even af, maar niet voor lang. Ja, ik ga de komende dagen terug veel fietsen, omdat zondag natuurlijk nog koers is. Nadien ga ik het wat rustiger aan doen en een paar weken rust pakken en dan gaan we ons terug voorbereiden op het nieuwe seizoen.